NL Doet is al jaren de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Vrijwilligers doen het toe. En dat mag gezien worden. Ontdek wat er te doen als vrijwilliger met jou doet. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn op deze prachtige zonnige dag. Na een week vol met regen en sneeuw. En na regen komt zonneschijn. En wij zijn hier vandaag bij elkaar om de avonturentuin opnieuw te openen. En onze lente te openen. We hopen dat onze kinderen dadelijk de komende jaren weer heel mooi hier buiten kunnen spelen. Met water en zand. Lekker ouderwets in de speeltuin. En we hebben hard gewerkt afgelopen anderhalf jaar om dit weer voor elkaar te krijgen. Samenwerking tussen de buurtvereniging, de gemeente Maashorst en Hooghuis de Singel. Waarbij we een samenwerkingsverband zijn aangegaan. En de leerlingen van Hooghuis de Singel uit Os dit allemaal prachtig voor elkaar gekregen hebben. Maar dat zou niet gelukt zijn zonder een hoop betrokken buurmannen en vrouwen. En uiteindelijk ook de samenwerking met de gemeente. En als je ziet wat je dan voor elkaar krijgt, dan hebben we hier weer een prachtige speeltuin waar we de komende 10 jaar weer mee vooruit kunnen. En ja, dan wordt het toch wel tijd om het maar eens gewoon officieel te gaan openen. Want dat hoort er natuurlijk ook bij, hè? Dat we daar het glas kunnen heffen en dat we hier weer veel plezier kunnen beleven. Daarvoor hebben we uitgenodigd wethouder Jeroen van den Heuvel. Welkom van de gemeente Maashorst. En aan hem daar de mooie taak om het officiële lintje door te knippen. Maar zeker ook de taak van de kinderen om allemaal dadelijk bovenop de heuvel van de glijbaan af te gaan. En de speeltuin officieel te openen. Jeroen, het woord is aan jou. Dankjewel Mark en goedemiddag allemaal. Heel erg bedankt voor de uitnodiging ook om hier te zijn. NL Doet, een dag om met z'n allen actief te zijn in je eigen buurt of voor je club of voor je vereniging. Maar als ik het woord actief hoor, dan moet ik ook soms wel aan deze wijk denken. Want ik ben hier nou al een aantal keer geweest, een aantal mensen gesproken. En ik wil er even bij zeggen, het is echt niet vanzelfsprekend dat een buurt, dat zoveel mensen bij elkaar zijn en zoveel voor elkaar krijgen. Want het is echt actief hier. Jullie zorgen voor elkaar, voor de buurt. Het is hier mooi, het is hier netjes, het is hier opgeruimd. Je ziet iedereen buiten spelen. En het is ook nog eens heel mooi om te zien dat er ook zoveel ouders bij betrokken zijn. Ja, Mark, je zei het al, het is echt tot stand gekomen met als een samenwerking. Hè. De speeltuin is ook gemaakt door jongeren die ook die vaardigheden nodig hebben om verder te komen in het leven. Dus een mooie samenwerking met het Hooghuis, een mooie samenwerking met de buurtvereniging. En als wij dat als gemeente dan zien gebeuren, ja, dan kunnen wij ook niet anders dan onze medewerking daaraan verlenen. En dat doen we dat ook heel graag. Dus als je een goed idee hebt als buurt, dan staan wij ervoor klaar en dan kunnen wij ook helpen. Nou, daar zijn we heel erg blij dat we dat hebben kunnen doen met wat budget. De speeltuin is natuurlijk al even in gebruik. Dus de officiële opening kunnen we nou gaan doen. Maar volgens mij zijn de kinderen al lang bekend hoe het hier werkt. Spelen met zand, spelen met water, verstoppertje, de glijbaan, noem het maar op. Dus laten we maar een lintje gaan knippen en zorgen dat het een echt officieel avonturentuintje is geworden. Helemaal goed. Dan stuur ik jou graag naar boven, Jeroen. Dan blijf ik hier beneden. En de kinderen zijn er ook klaar voor. Dus jullie mogen daar allemaal achter Jeroen aan van de glijbaan af. Bedankt, hè. Hier, kom maar. Blijf hier boven. Kom. Kom. Nou, dan gaan we deze. Kom. Doen we niet meer, hoor. Nee. Nou, zijn we er klaar voor? 1, 2, 3. Hoppakee! De avonturentuin officieel geopend. Jeroen ook? Jeroen ook? Ja, zij hebben het wel. Dan gaan we nu verder met een mooi muziekje weer van onze eigen one-man band Gertwin. En uiteindelijk hebben wij ook nog wel wat lekkere versnaperingen klaarstaan. Dus schenk iets in, maak een praatje en wij wensen jullie allemaal een hele mooie lente toe. Dankjewel. Zo is dat. Ik wil lekker hebben, man. Vies! Lekker hebben we het echt al. Duizend steen, duizend boom. Ik
ben in gedachten, ik ben aan het dromen. Je zit in mijn auto en overdrijf. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Jij zit zonder zorgen, ben nergens aan denken. Mijn leven mag stoppen om bij te trekken. Ja, het zit de lampen, de motor die draait. En dat doet het aan in je hoofd, die draait nog niet. Ik weet nu dat er een engel bewaker bestaat. Je kunt daar iets zien als ze zachtjes tegen je praat. Maar ik weet nu ook dat zo lang nog een waard op je lek. En ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gerekt. En 10 kilometer, dan ben ik thuis. Je ziet in de verte het dak van je huis. Je voelt dat je slaap hebt, toch rij je maar door. Een engel bewaarder die bijna verloor. Dan zie ik de bloemen en alles is wit. Het is toch je moeder die naast je zit. Je kijkt in haar ogen en ziet aan het draad. Alsof ze wil zeggen, voorzichtig moet gaan. Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat. Je kunt daar niet zien als ze zijn.